Denk jij eraan om een UV-filter te kopen of heb je er al een in je zwemvijver? En dan ben ik hier om je te vertellen dat dat het domste is wat je kan doen. Hey, hallo, ik wil nou niet zeggen dat je dom bent als je dat wel hebt hoor. Ik snap het wel, er worden best wel overtuigende redenen gegeven. Maar ik geef je drie redenen waarom het in een zwemvijver al helemaal onzin is en waarom je het in andere vijvers misschien ook wel niet wil gebruiken. Voor de eerste reden, en dat is eigenlijk ook gelijk de reden waarom je het in de zwemvijvers niet wil gebruiken, moeten we even kijken wat is de functie van een UV-filter. Een UV-filter zorgt namelijk voor dat je geen groen water krijgt. En groen water, dat wordt veroorzaakt door zweefalgen. Dat zweeft allemaal in het water. Maar het helpt niet tegen andere algen, zoals sommige mensen misschien wel denken. Het is alleen zweefalgen, groen water. Alleen ik zal je zeggen, in een zwemvijver krijg je nooit last van zweefalgen of groen water. Dus het is echt overbodig om een UV-filter daarvoor aan te schaffen. Als je in een vijver namelijk last krijgt van zweefalgen, dan is je vijver helemaal uit balans. En dan is dit het laatste redmiddel van de natuur om het weer in balans te brengen. Zweefalgen is namelijk altijd een gevolg van meerdere oorzaken. Voornamelijk te veel voedingsstof in het water en de filterende bacteriën die niet goed functioneren. Nou is de hele basis waarom een plantenfilter in een natuurlijke zwemvijver zit, dat het juist helemaal een biologisch evenwicht is. Daarom wordt er een plantenfilter gemaakt waarin de bacteriën juist goed werken in het substraat in combinatie met alle planten die erin zitten. Dus in een zwemvijver kan het ook alleen maar als je eigenlijk een te klein plantenfilter hebt of als je al het organisch afval wat in de vijver komt, zoals alle bladeren wat erin valt, nooit opruimt en het allemaal maar zich op laat hopen. Ja, dan zul je op den duur groen water kunnen krijgen. Dit brengt mij bij reden 2 waarom ik UV-filters onzin vind. En daar kan ik me ook wel boos om maken. En excuses ervoor als ik een beetje boos overkom. Ik geef dus net aan wat de oorzaak is van groen water. Je vijver is dus biologisch niet in evenwicht. Er is dus iets mis met de vijver. En wat wordt dan als oplossing gegeven? Een UV-filter. Nee, het UV-filter zorgt er alleen voor dat je het groene water niet ziet. Maar er is nog steeds iets mis met je vijver. Het is net alsof je gewoon je ogen dicht doet en denkt van, oh, er is niks aan de hand. Maar het is nog steeds zo dat je vijver biologisch niet in evenwicht is. Het is symptoombestrijding, het is korte termijn denken. Iets wat ik in de hele wereld bij ook allemaal verschillende dingen zie. Dat is echt iets waar ik niet tegen kan. Je moet juist de oorzaak aanpakken. Maar ja, aan zo'n UV-filter wordt natuurlijk lekker geld verdiend. Want je moet eerst al het UV-filter kopen, wat een mooie investering is. En vervolgens moet je elk jaar de UV-lamp die in het UV-filter zit vervangen. Anders verliest het de werking ook nog. Waar ik niet boos om kan worden, zijn jullie als je een likeje wil geven op deze video. Dankjewel. Nou oké, de derde reden kan ik ook nog wel boos om worden. Een UV-filter doodt namelijk eencellige organismen. En omdat zweefalg ook een eencellig organisme is, daarom doodt het het en werkt het daartegen. Maar dan zal het dus ook nuttige eencellige organismen die in de vijver zitten doden. Bij middeltjes die dingen doden in de vijver, chemische middeltjes tegen algen of ook gewoon in de tuin, die iets doden, moet je dus altijd afvragen, wat doodt het nog meer? Het is niet altijd specifiek. Alleen die zweefalg bijvoorbeeld. Een UV-filter maakt daar geen onderscheid in. Maar zou ik dan nooit een UV-filter aanraden? Nou, als je nou een kale visvijver hebt, of zo'n kooivijver waar er helemaal geen planten in zitten, dan snap ik dat je een UV-filter gebruikt. Want ja, die vissen vervuilen nou natuurlijk gewoon hartstikke veel. En je wil wel van die vissen kunnen genieten. Want als het in groen water is, dan kun je die vissen ook niet eens zien. Dus dan snap ik het. Maar mijn visie is dan toch nog altijd om je af te vragen, hoe kan ik die visvijver ook zo opbouwen dat er dus een biologisch evenwicht is, dat er gewoon op een natuurlijke manier alles wordt gefilterd. En als je al een bestaande visvijver hebt, door bijvoorbeeld een plantenfilter toe te voegen. In een zwemvijver is er dus sowieso overbodige techniek. De enige techniek die ik eigenlijk in zwemvijvers gebruik zijn luchtpompen. En welke luchtpomp ik aanraad, kun je in deze video zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens!